Zet de machine uit en druk de noodstop in. Knip het zaaglint haaks en op de juiste lengte af. De lengte van het zaaglint staat in de beschermkap. Plaats de uiteinden van het zaaglint in het stuiklasapparaat. Zorg ervoor dat de blokjes op de juiste afstand staan. De tanden van het zaaglint komen netjes tegen de aanslag. Zet de klem vast. Doe hetzelfde met het andere uiteinde van het zaaglint. De tanden moeten in dezelfde richting staan. Beide uiteinden van het zaaglint raken elkaar heel precies tussen de twee klemmen. Stel het stuiklasapparaat in voor het zaaglint. Er is een regelknop voor de druk, één voor de stroomsterkte en één voor de lasttijd. Die pas je allemaal aan aan het zaaglint. Druk de knop naar rechts. Je ziet dat de zaag smelt. Houd de knop ingedrukt. Tot de zaag is afgekoeld. Zet de klemmen los en draai de regelknop voor de druk helemaal naar links. Nu zijn de uiteinden aan elkaar gelast, maar de las is erg broos. De las moet zacht gemaakt worden door hem op te warmen. Verwarm de las met de opwarmknop tot je ziet dat de las appelsienkleurig is. Dan laat je de knop los. In de afkoeltijd voeg je nog eens twee eenheden en daarna nog eens één eenheid warmte bij. Zo maak je de afkoeltijd langer, waardoor het metaal soepel wordt. Door het lassen is het zaaglint oneffen geworden. Deze oneffenheden moeten weg. Dat doe je door het zaaglint in te Even horizontaal over de slijpsteen te bewegen. Zorg dat het zaaglint niet begint te gloeien, want dan verander je de hardheid van het materiaal. Slijp met korte tussenpozen. De tandjes van het zaaglint mogen de slijpsteen niet raken. Dan slijp je de andere kant van het zaaglint. Daarna moet je nog de bovenkant van het zaaglint glad slijpen. Hierdoor ontstaan scherpe kanten die je nog even moet wegslijpen. De plaats van de las is nu bijna niet meer te voelen. Span het zaaglint opnieuw in met de las in het midden. De blokjes mogen de tandjes van het zaaglint niet samendrukken. De opening tussen de blokjes moet zo groot mogelijk zijn. Het metaal moet nu de juiste hardheid krijgen. Hiervoor warm je het metaal even op tot het metaal kobaltblauw wordt. Let goed op. Je moet onmiddellijk stoppen als je de blauwe kleur ziet. Links en rechts van de las zie je een staalblauw streepje. De las is nu goed om veilig in een lintzaagmachine te gebruiken. Span de uiteinden van het zaaglint in het stuiklasapparaat. Las de uiteinden aan elkaar. Maak het zaaglint soepel door het op te warmen en langzaam af te koelen. Slijp onneffenheden weg. Geef het zaaglint de juiste hardheid.